Je begint niet dan zo met een klein plannetje, dan wordt die plan al groter en groter. En nou het hierdie plan om alternatieve volhoudbare energie voor een skoner omgeving op Laurensfort te gebruiken, gerealiseerd. Een fotovoltaïse zonpaneelstelsel is op die wijnkelderse dak aangebring. Ik heb eigenlijk die project aangepakt als een experiment, omdat ik wil een van ons bezigheden, waar ons geweldige groot dakruimte zit, wil ons, je weet, ons wil naar die alternatieve energie kijken. En ik heb gezien, nou kom ons, gaan nou eerst hier zo bij die plaats, ik ga het proberen, kijk hoe het werkt en dan hopelijk kan ons het uitrollen. En nu beginnen dit een bezigheid op sy eie word. Die Universiteit van Stellenbosch is Centrum vir Herwinbare en Volhoudbare Energiestudies en die ingenieurscontracteur Sustainable Power Solutions was verantwoordelik vir die fysiese uitvoering van hierdie projek. Dit gaan ook oor die produk wat hierdie skoner energie gelever word. Dit gaan, wat ons graag sal wil doen, ons is internationaal wil mens ook jou wijn voorsit as een product wat verantwoordelik gemaakt is en is volhoudbaar gemaakt. En ek dink dis waar het gaan. Ek wil nie die woord groen wijne gebruik nie, maar dis waar het wil gaan. Ongeveer 2000 sonpanele op die wijnkelderse dak verskaf genoeg krag op 'n dagelikse basis om 800 wasmachinesyklusse te voltooi, of dit kan 'n dag se elektrisiteit verskaf aan 138 huise.